Misschien kunnen we beginnen bij hoe wij elkaar kennen. Vind je dat een goeie? Zijn we al begonnen? Nou, misschien. Oké. Okay. Weet ik niet. Ja, dat vind ik een goeie. Mijn eerste herinnering aan jou, dat heb ik je wel eens verteld. Dat was op de tennisbaan. Toen was jij 5 en ik 8 of zo. Mm. En nou, dat is nog een zwaar trauma voor mij. Kill. Het is geen trauma, waarom zeg je dat? Dat is wel een trauma. Nee, jij deed een chipje in je mond. En die gaf je toen aan mij en ik wist niet dat die, dat die in je mond had gezeten. Dus dat is mijn eerste herinnering. Dit was op de tennisbaan, toch? Ja, op de tennisbaan. Dus wij tennisten als kleine kindjes in Middelburg. Ja. Zo kennen wij elkaar. En zeg maar, er is heel lang geen contact geweest, omdat we ook niet per se toen een klik hadden of zo. Het was meer dat we samen tennisten. Ja. En toen kwam jij naar Rotterdam verhuizen. Een jaar of 3 geleden. Is het 3 jaar geleden? 3,5 jaar. 3,5 jaar geleden. En stuurde je me een berichtje op Facebook. Dus ik dacht in eerste instantie van, nou, ik zal wel de verkeerde zijn of zo die die heeft gemessaged. En, maar ik vond het wel leuk dat je dat initiatief nam. En toen zou ik een keer gaan tennissen. Ja, maar eigenlijk hebben we elkaar daarvoor ook nog een paar keer gezien. Wij hebben echt zo'n... ik me niet zo bewust van. Nee, maar wij hebben echt zo'n vriendschap dat je niet per se een klik hebt of zo met iemand in het begin. En dat je denkt van, ja, dit is niet echt iets of zo. Mm-hmm. Maar dat je dan, als je dan openstelt voor elkaar of als je elkaar leert kennen, dat je opeens vreed connect. Ja, ja. En ik zag jou wel op Facebook voorbij komen natuurlijk. En dan creëer je ook wel een beeld van dat iemand. Ja. Ja. En jij bent dan meer het ondernemende, patserige typetje. Zo zat je in mijn hoofd. Maar dat is wel echt compleet omgedraaid. Ja. Je hebt dat wel een beetje in je, dat je van mooie spullen houdt. Maar niet per se op een enorm patserige manier. Of op een lege manier. Nee, niet op een lege manier. Thanks. Dat ook al even dat je dat zei, hè? Ja. Ja, dus zo doen. En eigenlijk is het steeds meer de diepte ingegaan of zo, onze vriendschap. En ja. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, nice man. Ja. 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 Oké, dus misschien even om te duiden voor degene die nu luisteren. Want we hebben natuurlijk een stuk of 1000 luisteraars op dit moment. Mm-hmm. Ben je de allereerste gast in mijn podcast? Dat is sowieso een legendarisch moment. Ja. En super chill dat je hier bent. Ik vind het echt heel chill. Ja, nee, ik vind het fucking spannend, dat weet je. Ja, ja, ja. Maar ik ook. Ja. Dus daarom is het ook chill dat we dit samen doen. Ja. Maar ik vind je wel niet alleen zit hier omdat je misschien wel een van mijn beste vrienden bent, al niet mijn beste vriend. Wat is beste vriendschap voor jou eigenlijk? Wanneer? Ik denk niet ten beste. Nee? Nee. Met iedereen heb je weer een andere connectie gewoon. En die zijn allemaal waardevol op een eigen manier, maar ik denk dan niet in de zin van die is beter dan die, maar die is gewoon anders dan die. Ja. Nou, je hebt gewoon... je rangschikt ze niet, zeg maar. Nee, nee. Jij wel? Nou, ik denk dat ik wel een soort van cirkel heb van mensen met wie je heel goed bent. En met wie je, ik denk, de meeste versie van jezelf bent of zo. Ja. Dat zijn automatisch... kan het wat stiller aan die kant? Nee, maar dat zijn... Ik denk de mensen met wie je super chill bent. Dat zijn volgens mij je beste vrienden automatisch, omdat je daarmee alles kan delen, alles kan zeggen. Die weten wat jij doet, wat je voelt, wat je nodig hebt. Dus dat zijn voor mij denk ik mijn beste vrienden. En waarmee je ook daardoor een hele hechte band kan opbouwen. Ja. En daaromheen heb je natuurlijk een schaal aan mensen die daar wat ver van afstaan. Of, wil je die dingen even uitknallen? Yes. Heb je een laag aan mensen die wat verder weg van je staan, waarbij je ook goed bent of zo, maar net wat oppervlakkiger? En dan heb je een derde categorie, ik tenminste, die, ja, waarbij je soort helemaal, dan is het soort van heel oppervlakkig of, ja,
dan ken je elkaar en dat is een soort van genoeg of zo. Ja. Maar mensen kunnen ook switchen, zeg maar, tussen categorieën. Dat zeker, ja. Maar het is, je leert mensen vaak ook kennen in een situatie dat je tot elkaar veroordeeld bent of zo. In een werk of op een opleiding. Of in ieder geval dat je naar dezelfde plek toe gaat en daarin samen moet werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar ontstaan dan vriendschappen uit. Maar bij ons was het gewoon op een hele andere manier. Gewoon, wij wilden gewoon echt, we hadden interesse in elkaar en voelden ons wel op ons gemak bij elkaar. Nou, dus, maar later pas hoor. Dat is echt iets van de afgelopen jaar. Ja, dat is wel echt gegroeid, ja. Ja. Want toen we die periode die omschrijft, toen we, nou, ik was denk ik 5 en jij was 8 of zo. Hoeveel ouder ben je dan, mij eigenlijk? Dan ik? Ik ben net 36 geworden. Oh ja. Jij? Ja, ik ben 32. Ja. Nee, maar die tijd, toen waren we gewoon, dat was gewoon lange leven lol en gewoon spelen en zonder na te denken. Toen hebben we elkaar nog een paar keer gezien op verjaardagen, maar toen was echt nul connectie of zo. Toen zagen we elkaar wel op een feestje, maar volgens mij deed toen ook alsof we hem niet kenden. Want toen zagen we elkaar en toen kwam er ook geen aanstalt om hoi te zeggen of zo. Alleen als je dronken was. Ja, maar dat is ook een beetje mijn karakter gewoon hoor. Zeker in een grote groep, dan ben ik gewoon teruggetrokken en hou ik het bij de mensen die ik al goed ken. En daar voel ik me dan veilig bij. En ik moet wel in een soort van sociale staat komen om, om ook proactief te zijn richting mensen daarbuiten, zeg maar. Ja. En dat gebeurt wel, maar dan moet ik me op een bepaalde manier voelen. En ik denk, toen was ik 16 en was ik daar nog niet zo bewust mee bezig. Ja. En deed ik gewoon wat goed voelde. Ja. Dus dat was denk ik niet persoonlijk, maar misschien wel, weet ik niet meer. Ja. Ja, nee, ik snap wel wat je zegt. Ja. Anyway, Jasper Manschot, voor degene die dat niet weet. Dus naast een van mijn beste vrienden is het ook een, ik denk wel een van de meest diverse personen, denk ik, in mijn leven. En dat vind ik, ja, dat vind ik juist wel tof van jou. Nou ja, als je jou, ik zat even te googlen. Ik was natuurlijk in de voorbereiding van ons gesprek. We hebben gegoogeld. Ja, ik zag op jouw Pinterest dat je bijvoorbeeld best wel een kunstcollectie, of zeg maar heel veel kunst hebt verzameld. Maar ook als je naar je afgelopen jaren kijkt, of naar je loopbaan, zeg maar. Begon bij HR, best wel veel ervaring met financiële instituten, stages. Je bent nu activeringscoach bij de gemeente Rotterdam. Ik zit te denken, ga ik dit zeggen of niet? Ja. Maar tussendoor ben je ook gewoon keiharde sporter. En ben je gewoon, heb je echt gewoon een passie voor sport. En sta je ook voor eigenlijk alles in het leven. Dus dat is wel divers, toch? Ja, als je het zo bekijkt, wel. Ja. Ja. Want hoe bekijk jij het dan? Nee, ik was gewoon benieuwd hoe jij het bekeken en waarom je het zei. Ja. Wat als je dat, dat is even heel kort geschetst, hoe ik jouw tijdlijn zeg maar zie. Hoe zou je eigen tijdlijn omschrijven? Vanaf bijvoorbeeld het moment dat we elkaar ontmoeten, die tijd, die jeugd zeg maar. Mm-hmm. Tot met het punt waar je nu staat dat je bij de gemeente werkt en hier en nu bent, zeg maar. Mm-hmm. Oh jeetje. Een soort regressietherapie. hoe was ik toen? Ik denk dat ik altijd al een beetje een stil jongetje in de klas was. Maar wel altijd vriendjes had, gewoon een klein cirkeltje aan vriendjes waar ik me dan goed bij voelde en met wie ik dezelfde humor deelde en waar ik leuke dingen mee ging doen, voetballen en zo. Mm-hmm. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven, dus dat ik een kleine cirkel aan vrienden heb die dicht bij me staan. Mm-hmm. En tja, wat kan ik erover vertellen, joh?
Het sporten heeft er altijd in gezeten. Ik was echt vanaf dat ik 1 was al met voetballen bezig en zo. En mijn moeder zegt dat ik dan ook voorliep in mijn ontwikkeling daarin. Dus sowieso. Ik liep altijd sowieso achter de bal dat aan. Ja. Ja, inderdaad. Dus ik liep in alles voor. Ja. Beste jongetje was jij sowieso. Ja. Maar wel altijd een beetje teruggetrokken, voorzichtig. En misschien was ik wel een beetje een meeloper vroeger. Iemand die met die ook een beetje naar de stoere jongens trok om daar dan bij te horen. Ja, dat is ook wel waar je nu denk ik. Ja, zo ken ik jou nu ook inderdaad. Ja. Dat jij een beetje. Ja. Dus. Ja. En wat ik benieuwd naar ben, is gewoon de soort van mijlpaal ook wel. Wat voor momenten waren een soort van cruciaal in je leven? En ik denk dat je best wel veel hebt meegemaakt ook als je een bepaalde reis hebt gemaakt. En ook wel een zoektocht hebt gemaakt van waar je naartoe wil. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een reis ergens aan bij kan dragen, maar ook bepaalde ervaringen. Ik denk dat iedereen toch in zijn leven wel een soort van pad bewandelt waarin je steeds beter weet wat je wel en niet wil. Ja. En dat is voor mij ook wel heel belangrijk geweest om dingen mee te maken en te doen. En dat is hoe ik een beeld van de wereld schets en van wie ik ben. Mm-hmm. Dus ik heb nooit echt goed geweten wat nou mijn leven, hoe dat eruit moet zien en hoe ik me het beste ga voelen, in welke baan of zo. Ben je er comfortabel bij, dat je dat niet weet? Ik ben, ja, nu wel. Maar ik wil toch nog steeds wel weten wat nou het allerbeste bij me past en waarin ik echt ga floreren of zo. Want ik heb nog niet het gevoel dat ik daar ben. Maar dat is echt een kwestie van trial and error. Dus ik had geen idee toen ik mijn eerste studie moest kiezen. Toen heb ik loopbaankeuzetest gedaan. En dan kwam er uit wat je erin stopte. En dan komen er een aantal mogelijke opleidingen uit. En een daarvan was fysiotherapie. Oh ja. En toen dacht ik van ja, dat zou op zich wel rationeel gezien een goede keuze zijn. Want ik hou van sporten. Ik vind het menselijk lichaam interessant en hoe dat werkt. En ik vind ook menselijke interacties, daar wil ik ook iets mee. Dus daar voel ik me ook fijn bij. Een 1-op-1. Dus toen was dat gewoon een rationele keuze. Van ja, ik moet toch iets gaan doen en dan probeer ik dit gewoon. Mm-hmm. En daar kwam ik toen toch wel achter dat het niet helemaal mijn ding was na 3 jaar. Mm-hmm. Ik heb het 3 jaar gedaan. En de eerste stage begon na 2,5 jaar. En daarin liep ik er tegenaan dat ik het moeilijk vond om mijn plek te vinden in een bestaand team. En sowieso de positie als stagiair vond ik helemaal niks. Want ik voelde me niet als een volledig werknemer. Dus ik stond daar niet met zelfvertrouwen. Ja. En ook richting patiënten was ik niet gewoon. Stond ik er niet echt, ja, denk ik. Want hoe oud was je hier? 21, denk ik. En ik ben ook niet een heel erg expressief persoon. Dat is ook iets waar ik tegenaan liep. Dus van een fysiotherapeut wordt wel verwacht dat je een bepaald enthousiasme hebt. Ja. En dat je met heel je wezen daar staat en communiceert. Ja. En dat ben ik gewoon niet. Ik ben geen enthousiast persoon. Ik ben. Ik vind het wel grappig, man, want ik ken jou helemaal niet zo. Ik ken jou juist wel als wij samen. Hoe ik jou ken, is dat jij wel juist wel dat enthousiasme hebt. En juist wel. Ook wel een soort van leiding. Ik ben dan een leider of zo.
Je kwam heel duidelijk, je bent heel stevig, zeg maar, qua overkomen. Mm-hmm. Maar is dat hetzelfde als enthousiasme? Nou, je, ja, maar wel op jouw manier, ja. Ja, dus je moet me eerst leren kennen en weten van, oké, dit is Jasper die ergens positief over is of die enthousiast is. Want, ja, oké. Okay, nou, ja. Als jij het zo ervaart dan. Ja. Ja. Ja, dus daar liep ik toen tegenaan en dat kreeg ik ook terug. Ja. En mijn eerste stage in een verpleeghuis, dat was net een 6 met een aantekening van, ja, in de tweede stage moet het wel echt beter, want anders vervalt deze stage ook. Vervalt deze 6 ook, dan wordt het onvoldoende. En die tweede stage, daar werd ik zo ongelukkig van. Dat ik gewoon de knoop heb doorgehakt van, oké, dit is gewoon niet mijn beroep. Dit is niet mijn weg. En toen ben ik zelfs ook, heb ik hulp gezocht, dus bij een psycholoog. Allemaal testjes ondergaan, fobietest en een ADD-test. Nou, dat was allemaal positief. En toen... dat je ADD had? Ja, ja. Oh ja? Ja, dus toen werd ook gesuggereerd dat ik medicijnen ging slikken. En dat heb ik ook 2 weken geprobeerd. Tot ik dacht van, ja, maar hier word ik helemaal onrustig en niet mezelf van. Toen ben ik daarmee gestopt. Ja. En toen ontstond er ook wel weer enthousiasme in mijn leven, omdat ik het idee kreeg om te gaan reizen. Mm-hmm. Een half jaar. Geïnspireerd door Casper. Die ooit een film liet zien dat hij in Australië was geweest. En toen dacht ik van, ja, dat wil ik. Shout-out naar Casper. Ja. Ja. Dus toen was dat waar ik enthousiast over werd. En, dat is die trip waarin hij geblondeerd terugkwam, volgens mij. Oh, dat zou je heel goed kennen, ja. Dat klinkt als Casper. Ja. Ja. Ja, en ik moet zeggen, ik weet niet precies meer wat ik dan die reis geleerd heb, wat ik daarvan heb meegenomen. Maar ik sowieso wel dat ik besefte van, oké, ik heb in principe niet mijn vaste omgeving nodig om gelukkig te zijn. En ik voelde me super vrij. En het was echt die reis dat je dat besefte? Ja, nou, ik ben eerder ook wel 3 maanden naar Barcelona gegaan om Spaans te leren, toen ik 18 was. En toen ervaarde ik dat in mindere mate, omdat ik kon daar ook niet per se heel goed aarden met de mensen die ik daar tegenkwam en de sfeer die er hing of zo. En Barcelona is echt een hele toffe stad. En ik heb ook hele leuke, mooie momenten gehad daar. Maar over het algemeen was er ook wel een beetje een heimweegevoel. Ik had toen ook een vriendinnetje in Nederland zitten. Dat speelde misschien ook wel mee. Maar dat gevoel van helemaal vrijheid en oké, dit is wel heel erg leuk. En ik kan nu zelf helemaal bepalen naar welke plek ik weer ga en met wie. En dan ontmoet ik weer allemaal nieuwe interessante mensen en ga ik weer hele toffe dingen doen. Nou, dat was die reis. Ja, dat was niet in Barcelona. Ja. Ja. En heb je dat soort van... het klinkt ook een beetje alsof je de bestaande omgeving waar je in zat, dat ben je op een gegeven moment gaan loslaten. En toen heb je besloten om te gaan reizen. Een nieuw ding te gaan verkennen wat je energie gaf. En dat is eigenlijk wat je daarna ook weer bent gaan doen. Ja, dat komt eigenlijk wel constant terug in mijn leven. Dat ik benieuwd ben naar wat ik nog niet heb meegemaakt. Ja. En toen was dat reizen en bungee jumpen en duiken. En zat dat meer in het fysieke wat ik meemaak. Maar dat is ook op het gebied van mijn carrière dus. Van ik moet dingen proberen om erachter te komen of ik het iets vind of niet. Ik ben een echte ervaringsleerder. Ja. Sorry, even een boertje tussendoor. Ja, mag allemaal, ja. Ja.
Dat gebeurt gewoon, hè? Ja, zeker. Ja. ik dacht toen ik aan het reizen was, toen was ik ook aan het schrijven over het reizen. Dat vond ik heel leuk om te doen. Om mensen thuis gewoon een beetje mee te laten genieten. Waar ben jij punt nu? Precies, goed gezien. En dat vond ik tof. Ja. En toen dacht ik van yes, nu wil ik reisjournalist worden, want hier word ik helemaal blij van. Dus ik heb ook een stukje geschreven toen over Sydney. Een soort van reisartikel. En ik heb toen een aantal reisjournalisten gebeld en gevraagd of ze dat wilden beoordelen en kijken of het zin heeft om daarin verder te gaan. En ze waren eigenlijk allemaal wel positief over dat artikel. Mm-hmm. Maar ze zeiden ook allemaal van ja, ga alsjeblieft geen hbo-journalistiek studeren, want dat doen er al zoveel. Probeer je te specialiseren ergens in en ga iets universitairs doen. Dus toen ben ik iets, achteraf gezien, misschien wel stom, maar iets algemeens gaan studeren op een universiteit. Dus communicatie en informatiewetenschappen. En dat vond ik ook niet leuk. Nee, dat was heel erg saai eigenlijk voor mij. Niet per se saai, maar heel veel en vrij droge tekst. En voor hoe mijn hoofd werkt, werkte dat niet, ja, zeg gewoon maar. Gewoon geen match. Nee. En het waren Engelse dikke boeken in wetenschappelijke taal waar ik aan moest wennen. Dus dat was gewoon geen match. En daar ben ik ook mee gestopt na een jaar. Dat was een jaartje in Tilburg. En toen dacht ik van, nou, ik moet nu even een diploma gaan halen. Want ik ben 25 en ik moet toch een beetje de wijde wereld ingaan qua carrière ook. Dus ik ga nu iets een beetje algemeens waar ik nog verschillende kanten mee op kan. Waarom moest je de wijde wereld in qua carrière? Waarom? Nou, ik wilde gewoon gaan beginnen met werken. Oké. Okay. Ja. Oh, dat bedoel je met de wijde wereld in als je een nieuwe start maakt? Ja, misschien maken. Niet de wijde wereld in, maar gewoon de stap maken om te gaan werken. Begin maken aan. Ja, ja. Dus ik wilde iets wat breed was, waar ik alle kanten nog mee op kon. Iets wat niet te moeilijk was en wat ik wel interessant vond. En toen kwam ik op HRM uit, dus Human Resource Management. Ik dacht echt dat je bij HR was begonnen, maar je hebt gewoon daarvoor ook nog allerlei dingen gedaan. Ja, ja. Ja, staat dat niet in mijn LinkedIn profiel? Nee, dat heb ik niet gezien. Oké, oké. Okay. En dat was wel de plek waar ik een beetje meer zelfvertrouwen heb gekregen. Omdat ik wel... ik was gewoon on top of van wat ik deed. En de vakken die ik kreeg, dat vond ik interessant. En daar dook ik ook van nature al wat dieper in dan hoefde misschien. En dat lag me gewoon. En dat was dan alleen nog maar de theorie. En de praktijk was weer een beetje een ander verhaal, denk ik. Mm. Maar daar heb ik me ook wel in ontwikkeld, want ik liep eigenlijk weer tegen dezelfde dingen ook aan. Zoals? Het ook weer het expressieve. Ik liet me niet echt zien op mijn stages. Mm. En ik had nog steeds dat beeld van de stagiair die zich een beetje terugtrekt. Of dat was ook is ook mijn persoonlijkheid een beetje. Ja. Zeker in een nieuwe groep met in stages bij Robeco. Dat is gewoon een financiële instelling en daar werken hoogopgeleide mensen die ook wel gewoon heel sociaal zijn. En daar was ik misschien wel een beetje onder de indruk van dan. Ja. Of niet misschien, dat was wel zo. En dan trek ik me een beetje terug en laat ik me niet zo zien. Mm. Maar daar word je dan wel in uitgedaagd op dat moment. Dus het leert me dan ook wel heel veel. Ja. Kun jij dat soort momenten dat je, of dat soort eigenschappen, hoe je geprogrammeerd bent als mens, zeg maar. Je zegt nu dat je moeite had met het jezelf laten zien en dat soort dingen. Dat het je tegenhield in sommige beroepen of opleiding, zeg maar. Kun je het herleiden naar je jeugd, zeg maar? Kun je het herleiden naar hoe jouw ouders je hebben opgevoed, bijvoorbeeld, of...
Nee, dat kwam echt door dat chipje dat je me gaf. Bro. Nee, dat kan ik eigenlijk niet. Nee, ik heb ook niet zo die herinneringen aan vroeger. Dat ik op gevoelsniveau getraumatiseerd ben geweest. Of zo. Dat ben ik niet bewust van. Dus ik... ik heb misschien wel soms wat onbegrepen gevoelen, omdat ik iemand ben die zich terugtrekt. En ik ben denk ik al snel naar de poppen van anderen gaan dansen. Dus echt, ik denk wel een beetje een people pleaser mm-hmm. als kind al. En misschien, ja, ik weet niet of dat dan in mijn DNA een beetje zit. Of dat ergens door kwam, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat ik constateer. En waar ik later in mijn leven wel mee aan de slag ben gegaan. Ja. Ja. Ja, want dat, jij bent nu toevallig, ben jij, of misschien niet zo toevallig, maar je bent nu ook een NLP-boek aan het lezen, toch? Ja, maar ik ben niet zo'n goede lezer. Ik ben echt op pagina 20 of zo van een 400 bladzijden boek. Ja. Ja. Maar dat gaat toch over die programma's die je ontwikkelt vanuit je jeugd, om te kijken hoe dat je nog dient of niet. En dat zijn er eigenlijk filters die je automatisch inzet, ja. Eigenlijk. En dan gaat het er volgens mij, want ik ben echt nog niet ver in dat boek. Volgens mij gaat het er meer om van, hey, ik constateer dat ik nu dit programmaatje heb in mijn hoofd. Ja. En door deze lens kijk naar de wereld. En hoe kan ik dat veranderen op een manier dat het me helpt? En niet zozeer dat het gaat onderzoeken van wat er dan in het verleden is gebeurd, waardoor het zo is gekomen. Ja. 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 Waarom ben je dat gaan doen dan, dat boek? Dat zit bij de opleiding die ik ga doen. Okay. Dus ik ga een coachopleiding beginnen. Ik werk nu 6 jaar als activeringscoach. Dat vond ik echt een heel mooi beroep en nog steeds eigenlijk. En daarin heb ik me kunnen ontwikkelen en heb ik echt heel veel zelfvertrouwen gekregen in mijn gevoel en intuïtie en wat ik kan betekenen voor mensen daarin. Maar ik besef wel steeds meer dat ik daarin ook meer vrijheid wil ervaren in wat ik dan doe in zo'n gesprek en hoe ik de impact die je maakt voor zo'n persoon. Sorry? De impact die je maakt voor zo'n persoon bedoel je dan? Of meer wie je zou willen coachen? Ook wie ik zou willen coachen, maar ook alles eromheen, zeg maar. Dus in het werk wat ik nu doe als activeringscoach komt iemand naar mij toe en is het, hoe je het ook went of keert, het is vanuit een gedwongen kader. Dus de wet zegt dat zij moeten komen. En daarnaast gaat het gesprek ook over, zijn er bepaalde onderwerpen die je toch wel uiteindelijk een keer af moet tikken. En dat is ook helemaal goed, want die mensen zitten in een situatie die wel problematisch is. Anders zaten ze niet in mijn doelgroep. En daar moet je iets mee. Ik wil er ook meer naartoe dat er mensen naar mij toe komen om gecoacht te worden die zelf ergens tegenaan lopen. En vanuit hun eigen impuls, motivatie daar iets aan willen doen. Ja, in plaats van trekken dat je zelf duwt. Precies. En daarnaast merk ik dat ik er ook wel een beetje op leeg loop dat er... dat ik allerlei dingen moet registreren in een systeem en op een bepaalde manier. En dat verandert steeds weer. En dat moet voor het management informeren. En ik snap allemaal waarom. En ik ga erin mee. Ja.
Maar het is niet waar ik energie van krijg. Ja. En ik denk dat ik meer energie krijg als ik met de persoon die ik net omschreef, dus die vanuit zichzelf komt. En als ik daar mee aan de slag kan gaan op mijn en zijn of haar tijden. En hoe vaak en hoe lang wij willen. En niet dat ik dan een caseload heb van 90 personen. En dat er daarnaast nog allerlei herstelacties noemen we dat dan. Ja. Dus dat we een week bijvoorbeeld in het teken zetten van een bepaalde ding waar we als team op achterlopen. En dan gaan we daar weer mee aan de slag. Ik merk zeker tijdens de coronacrisis en tijdens het thuiswerken dat ik aan het eind van de dag moe ben daardoor. Dus het is een strijd. Het kost energie. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat ik wat verder aan het kijken ben en aan het oriënteren ben wat ik als volgende stap ga doen. Ja, dus je weet dat je wel dat het vak bij je past en dat het een goede match is met jouw kwaliteit eigenlijk. Mm-hmm. Alleen dat je het nog niet in de juiste vorm aan het doen bent. Ja, ja. Dat komt op neer. Ja. Ja. Het is best wel een zoektocht geweest ook, denk ik, hè? Niet meer in de juiste vorm aan het doen ben. Ja, want het was ja precies. Ja. Ja. Sorry, het is wel een zoektocht geweest ook, toch? Dit? Ja, en nog steeds. Nog steeds. Ja. Maar ik merk wel dat ik steeds meer bij mezelf kom. En bij wat ik uiteindelijk ga doen. En waar ik floreer. Ja. Dus ja, in die zin gaat mijn carrière wel vooruit. Ja. Ja. Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel ben je nu jezelf, zeg maar? Hoeveel doe je nu wat jij doet wat echt bij jou past? Nou, ik denk dat ik dan al best wel ver ben, hoor. Ik denk dat het dan op een 7 zit. Want op zich de doelgroep die ik nu heb en wat ik met die mensen doe, dat past wel goed bij me. En ik kan daar heel veel wel in kwijt ook, ja. En zeker als ik tegenover mensen kan zitten, dus in de ogen kan kijken. En als dat persoonlijke contact er is. Mm-hmm. Waarin veel meer gebeurt dan als je iemand aan de telefoon hebt. Zoals het nu gaat. Ja. Dan is het gewoon een hele goede baan voor mij ook. Maar ik heb nu het gevoel dat ik weer nieuwe impulsen nodig heb om mezelf weer verder te ontwikkelen. Ja. En die impulsen, is dat voornamelijk de opleiding nu? Of heb je een beeld van een aantal impulsen dat je zegt van, nou, ik wil een aantal dingen gaan beetpakken, gaan verkennen of het voor mij werkt? Ja, sowieso die opleiding waarin ook echt enorm veel aandacht is voor de praktijk. Dus bij de meeste opleidingen heb je bijvoorbeeld 2 of 3 oefencoaches. En bij deze opleiding heb ik er 8 en alle 8 moet ik ze minimaal 6 keer moet ik een coachinggesprek met ze hebben gedurende een jaar. Dus dat wordt best wel druk volgens mij ook. En daarnaast moet ik ook stage lopen bij een instelling op het gebied van coachen of trainen. En of dat coachen of trainen wordt, weet ik nog niet. Trainen ben ik ook wel geïnteresseerd in, maar dat is niet per se van nature waar ik door getrokken word. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook weer wel, omdat het iets nieuws is. En je kan daar ook wel een ander deel van jezelf in kwijt of zo. Iets meer creatief. En het is wel nuttig om te kunnen, zeg maar. Dus daar denk ik ook wel aan. Dus dat zit heel erg bij die opleiding en ook die boeken dus die erbij zitten. En daar zie ik een beetje tegenop. Want ik stoei daar nu al mee. Ja. En, heb je het altijd gehad? Ja, ja. Okay. Ik heb echt gewoon ook deadlines nodig om het te doen. Ja. Dus ik vertrouw erop dat ik het ga doen. Dat ik ze ga lezen. En, maar ja, dat moet allemaal blijken. Komt wel goed, denk ik. Ja. Denk je dat
als je minder telefoonverslaafd zou zijn, dat je dan nog beter kan concentreren? Nou, oh, er wordt gelijk een diagnose gesteld hier. Vind je dat je telefoonverslaafd bent? Nou, dat zegt een verslaafde nooit over zichzelf, nee. Toch? Dat hij verslaafd is. Nee, ik ben helemaal oké, zegt hij dan. Ja. Nee, ik denk niet dat het een verslaving is. Nee, tuurlijk is dat een verslaving, want het helpt je niet echt ergens bij of zo. En nou ja, de dingen die ik check, dat is niet echt waar ik, ja, soms wel, waar ik van leer. Ja. Maar heel veel is ook tijdverspilling. Heel veel is tijdverspilling en automatisme van informatie checken en ja. Ben je daar wel zo mee bezig met wat voor impact dat heeft op de wereld? Als je kijkt naar mensen op straat, zelfs op tv, in tv-programma's zie je al dat mensen op hun telefoon... Overal zie je dat het helemaal geïntegreerd is in onze levens, omdat technologie ons helpt. Mm-hmm. Maar het is wel echt... Ja, ik vind het echt een ding. Ik probeer af en toe ook gewoon een week te detoxen, zeg maar, om niet op mijn telefoon te zitten. En dan voel ik dat ik die impulsen kwijtraak, dat ik de behoefte heb om die telefoon te checken, zeg maar, waardoor ik weer meer rust heb. Ja, nee, ik denk dat, dat het inderdaad een storende factor kan zijn in een gelukkig leven leiden. En nou, je hebt als mens gewoon een extra taak erbij. En dat is je bewust worden van wat het met je doet en wat je ermee wil doen en niet mee wil doen. Dus dat is ieder voor zich om daar een weg in te vinden, denk ik. En om er bewust van te worden en met dat bewustzijn iets te gaan doen. Ja. Ja. Maar vind je het niet een probleem om te zeggen van dit is gewoon hoe de wereld werkt en dat moet je gewoon... Ja, de wereld verandert gewoon en dit hoort er nu bij. Ja. Dus ja, je kan het als een probleem benaderen, maar ook gewoon als de werkelijkheid. Ja. Ja, dat vind ik wel grappig aan jou, dat je, als je over sommige onderwerpen praat, dan kun je dat heel makkelijk plat slaan of zo. Als ik iets benader vanuit een probleemstelling, dan benader jij het meer vanuit een manier van, maar dit is gewoon wat het is. Ja, maar het heeft gewoon twee kanten ook. Het is niet alleen een probleem. Het is ook een verrijking. De wereld wordt weer wat groter voor iedereen. Dus ik kan nu heel makkelijk bij nieuws uit, weet ik veel, Amerika. Zou er meer aandacht moeten zijn voor telefoonverslaving, denk je? Voor? Voor telefoonverslaving. Dat vind jij? Nee, dat vraag ik aan jou. Vind je dat het zo moet? Ik weet niet hoeveel aandacht er nu voor is. Ik geloof dat er laatst een documentaire op Netflix stond of staat, die ook een beetje over het onderwerp gaat. Dus die de invloed van... Social dilemma. Social dilemma. Google maar. En, dat gaat er over de invloed die Big Tech heeft op ons allemaal. En op welke beslissingen wij maken. En dat is natuurlijk wel heel interessant en goed om je bewust van te zijn. Ja. Ja, ik toen ik hem had gekeken, heb ik mijn telefoon gewoon in een hoek gegooid en een week niet aangeraakt. Nou, niet echt, maar... Was dat het weekendje Egmond? Nee, het weekje Egmond? Dat was... Nee, dat was ervoor nog. Oké. Maar ja, ik weet nog dat ik bij een van mijn vorige werkgevers had ik een stagiaire en die was tijdens zijn werk, had hij gewoon zijn telefoon naast zich liggen. Mm-hmm. En die was gewoon, elke keer kreeg hij een melding en dan was hij zo gewoon aan het werk terwijl hij ook zijn berichten binnengekomen. Ja. Maar feitelijk duurt het gewoon minuten voordat jij gefocust, zeg maar, kan werken en in een soort van flow komt en echt productief kan zijn. Ja, ligt verschil per persoon misschien? Ja, maar ieder mens heeft dat volgens mij. Bij de een zal het misschien 10 minuten zijn, bij de ander misschien... Ieder mens heeft dat. Een half uur, maar iedereen heeft dat wel, ja. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf, als we allemaal minder productief worden en allemaal minder en drukker worden en meer prikkels krijgen en onrustiger worden, slechter slapen...
Het dient de mens vol. Ik vraag me af in hoeverre de mens dan dient, zeg maar. Dus ik ben het met je eens dat het ons ook helpt en dat je makkelijk een Uber kan bestellen en Google Maps kan checken en eten kan bestellen. En... Ja, maar je brengt het nu als een feit dat het een probleem is. Maar het is meer een extra factor waar je mee om moet gaan. Mee om moet leren gaan. Dus je hoeft je telefoon niet 's nachts naast je bed te hebben. En je hoeft niet voordat je gaat slapen nog met je telefoon te gaan zitten. Nee. Dus dat zijn keuzes. Maar je moet je wel bewust zijn van het effect ervan. Tenminste, het is handig. Nou ja, maar precies, dat is wat jij zegt. Dus... Je moet je bewust zijn van het effect ervan. Ja. En de vraag is volgens mij in hoeverre mensen zich daar bewust van zijn. En of mensen daar een handje bij nodig hebben, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ik vind dat wel een dingetje, man. Dat houdt me bezig. Maar goed. Ik denk dat die coachopleiding ook wel heel veel gaat brengen. Voor wat betreft bewustwording van over mezelf ook. Mm-hmm. En dat wordt ook weer een fase in mijn leven waarin ik heel veel nieuwe dingen ga doen. En veel over mezelf ga leren. Ik zag bijvoorbeeld al dat één opdracht is een grafrede schrijven. Dus ik ga vanuit het perspectief van bijvoorbeeld mijn ouders, van het perspectief van een collega, van mijn beste vriend, van hey, wat zou ik willen dat zij in hun grafrede over jou zouden zeggen. Over mij zouden zeggen, ja. Dus dat is al één opdracht en dat is super confronterend natuurlijk. En je wordt echt in een perspectief geplaatst wat heel... heel erg wezenlijk is, denk ik. Mm-hmm. Ik ben er nog niet aan begonnen. Het wordt ook weer een deadline dingetje waar ik een deadline voor nodig heb. Ja. Dus maar dat soort opdrachten zitten daarin. En ook heel veel presenteren. En ik word gewoon echt uit mijn comfortzone gerukt daar, denk ik. En dat heb ik een beetje nodig om vooruit te komen. Ja. Bewuster te worden. Is het dat jezelf laten zien, presenteren? Is dat een stukje comfortzone? Ja. Of mensen wat niet in je comfortzone zit, zeg maar. Klopt, ja. En dit ook. Dit als in de... De podcast. Dus dat er nu vier camera's op me staan. En dat ik af en aan bewust ben van dat het opgenomen wordt. Ja. Ja. Wat is het dan? Waarom? Wat voel je dan? Dat is misschien hetzelfde als wat ik op zo'n feestje ervaar. Mm-hmm. Ik ben gewoon niet iemand die de spotlight opzoekt. Ik krijg ook geen energie van heel veel mensen om me heen en daar zijn. En dan laat ik mezelf ook gewoon veel minder makkelijk zien. Ik heb het soms al met... als er meerdere vrienden tegelijk zijn. Dat zijn dan mensen die ik door en door ken. Maar dan kan er ook een dynamiek ontstaan waarbij ik denk van... Oké, ik ga even rustig in mezelf zitten. Ja. Ja. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik het spannend vind om mezelf te laten zien. Dat levert spanning op, ja. En zeker als het... Maar je voelt je niet prettig dan? Dus geen prettig gevoel wat je dan ervaart? Nee, die spanning is niet per se prettig. Nee. En nu met deze podcast, ja, het is best wel persoonlijk allemaal. En het is voor de hele wereld zichtbaar, potentieel. Ja. Sowieso minimaal duizenden mensen. Kijkers, ja, precies, ja. 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 Ja, ik maak je natuurlijk mee als we gewoon bij jou aan het chillen zijn of zo. Mm-hmm. En dan ben je heel vrij en heel... dan heb je heel veel mooie kanten, zeg maar. En ik herken ook wat je, dat heb ik al eerder gezegd, die dynamiek in een vriendengroep. Dat je dan opeens, alleen als je al de deuren opent, dan ben je al wat meer teruggetrokken en wat meer observerend, wat meer de groep in de gaten te houden, zeg maar.
Terwijl die kanten die je laat zien als je alleen bent, dat zijn juist ja, wel mooie. Ja, daarin ben je ook wel heel vrij en heel losjes. Wat in ieder geval zo'n groep ook goed zou doen, denk ik. En er zit niks bij, dat is misschien meer wat ik naartoe wilde. Er zit niks bij waarvan ik denk, oh, dat is iets niet. Daarin ben je te veel aanwezig of zo. Of dat is, dat past niet bij een groepsdynamiek. Dus dat is wel grappig om daarin een soort van te zoeken waarin voelt dat niet meer comfortabel of kan het eigenlijk wel comfortabel zijn en is het gewoon een kwestie van winnen of zo. Er zit niet echt een vraag in of zo ook. Ja, het is inderdaad denk ik per definitie dat hoe vaker je iets doet ja. Of in een situatie komt, hoe minder oncomfortabel het dan wordt ja. Als iets oncomfortabel is. Dat is met presenteren zo, dat is met camera's zo, dat is in grote groepen ja. Zo. Ben je in een groep ook bang wat anderen daarvan denken bijvoorbeeld? Stel dat je bent in een vriendengroep, heb je het idee dat je dan je er terugtrekt omdat je niet gezien wil worden of zo? Of dat sommige dingen... Ja, nee, dat zit erbij. Angst of die... Mm-hmm. Ik weet niet of het een angst, ik denk dat het een angst is. Ja. Wat mensen over je denken en welke oordelen ze hebben. En dat is echt een proces van proberen los te laten. En dat doe je door te doen en buiten je comfortzone te stappen. Ja. Ja. Dus als ik die behoefte van buiten mijn comfortzone stappen niet had gehad en nieuwe ervaringen... willen opdoen, dan had ik ook niet hier gezeten. Ja. Ja. Want dit is niet... Jij vindt het niet leuk. Dit is niet wat je... Dit is niet je hebt niet naar je zin nu. Nee. Ja, nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Ja. Ja. Nou, sowieso shout-out naar Jasper voor being here. Ja, ik vind het wel interessant, man. Ik merk het ook wel lastig vinden om met jou dit gesprek te voeren, omdat ik weet ook niet waar ik moet inhaken, zeg maar, omdat er zijn zoveel dingetjes... En ook dit is weer zoiets wat ik super interessant vind. Als ik jou voorstel in een groep, dan wil ik eigenlijk er helemaal op doorzagen ook. Van wat het dan is. Omdat er niks is wat je niet hoeft te laten zien, zeg maar. Er is niks wat je hoeft te verbergen eigenlijk. Omdat je een mooi mens bent, zeg maar. En je hebt juist heel veel wijsheden en heel veel een hele duidelijke mening over bepaalde dingen. En je zegt bijvoorbeeld... in het gesprek die wij één op één hebben, zeg je heel duidelijk van ja, fuck wat andere mensen van je denken, want je doet gewoon wat jij wil. Je kan het heel goed op naar andere mensen toe tuurlijk, vertellen. Ja, maar dat is gewoon ja. hoe het werkt. Van de ander kan je het ook van iets buiten jezelf kun je het heel makkelijk ja. vertellen, maar als het over jezelf gaat, wordt het wat moeilijker. En, ja. en dat is ook helemaal niet erg. Maar ik vind het wel interessant, weet je, wat die mechanismen zijn dan, dat het je tegenhoudt, of wat voor elementen zitten daarin, wat ervoor zorgt dat je dus weer een soort van terugtrekt in een groep. Ja, ik denk dat het simpelweg ook gewoon je persoonlijkheid is. Dus een deel waar je mee geboren bent en een deel in welke situatie je opgegroeid bent. Ja. Ja. Ik wel een groot deel hoe je geboren bent ook. Ja. En je bent met een... je bent linkshandig of rechtshandig geboren. Maar ook met bepaalde eigenschappen... In je karakter. Ja. En je gaat schrijven met je rechterhand. Dus je gaat ook introvert zijn. En weet ik veel, gestructureerd zijn of juist niet. Ja. Ja, ik vind NLP. Ik heb 12 weken een sessie gevolgd, heb ik je verteld, denk ik. Mm-hmm. Nee. Oké. Okay. Ik heb bij... Bij Maria, shout-out aan Maria. Zij is een een NLP-coach, noem ik het eventjes. En ik heb haar 12 weken, hebben elke week een uur gebeld. En wat we daarna hebben gedaan is eigenlijk gewoon ontdekken wat voor... Ze hebben me uitgelegd wat het is, uitgelegd dat je tot je 7e ontwikkel je allerlei waardes. En word je eigenlijk geprogrammeerd als het ware door... je omgeving, de mensen om je heen,
je opvoeding, je vrienden, je school. Alleen door het externe? Ja, ik denk dat er ook een stuk DNA zit. Wat genetisch wordt overgebracht. Hoe je reageert op dingen of hoe je in een bepaalde situatie bent. Maar het mooie vind ik dat de... Nee, dat is niet wat ik wilde zeggen. Wat er eigenlijk gebeurt is als je nu hier bent, dan krijg je 101 prikkels van geluiden, van kleuren, van eigenlijk alles. En als we alles zouden registreren, dan zouden onze hersenen ontploffen, zeg maar. Daarom heb je filters. En die filters ontwikkel je... die filters ontwikkel je tot je zevende jaar. Dus je bent eigenlijk de dingen aan het doen op automatisch piloot, omdat je namelijk niet elke handeling soort van kan beoordelen. Is het veilig? Is het goed? Is het niet goed? Je hebt daar een soort van patroon in ontwikkeld en een vast programma in ontwikkeld, zodat je makkelijker door het leven kan, zeg maar. Dat is een beetje, ik leg het vast niet heel goed uit, maar de rode lijn is een beetje dit. Dus je ontwikkelt automatisme op basis van je omgeving en wie je bent. Exact. Ja. Dus als je ziet dat elke dag iemand in elkaar wordt geslagen, dan ga je eraan wennen en dan is dat voor jou normaal. En dan via het normaal iemand een klap te geven bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan kun jij nu, als je dat die filters gaat bekijken, dan kun je dus gaan bekijken, oké, vind ik het normaal dat ik jou zomaar een klap kan geven uit het niets? Of is het eigenlijk heel gek? Of wil ik hier iets aan doen? Maar het heeft me ook doen realiseren dat we allemaal een soort van gelijk zijn of zo. We zijn allemaal mensen en we hebben dingen onszelf aangeleerd. En we denken dat dat soort van de realiteit is. Dat dit is hoe we de wereld zien. Dit is hoe we zijn eigenlijk. En heel vaak heb je daar een soort van beperkende gedachten over. Terwijl je kan aan alles kan je tweaken. Je kan alles van alles wat je bekijken. En zien, oké, dit doe ik normaal altijd. Maar dit belemmert mij alleen maar. Dus laat ik het anders doen. Ja. Dat was echt bevrijdend. Ja. Ja. Vincent, het is even op de briek. Ja. Dus mijn zin is camera uitgegaan. Doop, man. Weet je ook hoe lang al? Maar zit ik nog vlug in rond om je vuur. Wat gaan we doen, Jas? Waar zullen we mee afsluiten? Wat zijn de opties? Ja, alles mogelijk. Mr. Podcast. Alles mogelijk. Nou, noem maar wat dan. Ja, ik wilde eigenlijk naar een punt toe dat je gewoon je toekomst schetst. Dus Jasper over 50 jaar of over 20. 50. Jasper over 20 jaar of zo. Daar ben ik niet zo mee bezig. Nee, weet ik. Daarom juist. Vind ik ook nog niet zo interessant. Het is wel interessant, maar ik ben daar niet ben je meer een guy van ik leef in range. Ja. Ik leef in nu. Eigenlijk wel, ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk waar we het over hadden. Dat je nu bezig bent met je volgende stap van je opleiding, je coaching. Waarom ben je bezig met de toekomst? Ik heb in mijn leven geleerd dat dat niet zoveel zin heeft voor mij. Dus ik kan wel... Wanneer heb je dat geleerd dan? Nou, omdat mijn idee daarover, dat is sowieso niet zo sterk. Dat is eigenlijk niet echt. En als ik dan iets probeer te bedenken wat ik dan over 20 jaar zou willen, dan heb ik daar sowieso niet zoveel feeling mee, dat ik er dan ook voor ga of zo. Ja. En... Ja, dus je energie zo werkt het voor mij gewoon niet. Nee. Je wil nu vandaag iets doen wat impact heeft. Ja. En als ik plannen maak of zo, als ik een doel heb of een opleiding kies, dan weet je, de werkelijkheid haalt me dan weer in of zo en dan... Is het misschien toch niet de goede keuze geweest? En weet je, ik bewandel gewoon het pad wat ik bewandel. En daarin leer ik dingen en pas ik dingen weer aan. Hmm. Maar dat
het helpt voor mij niet om een lange termijn doel te hebben. Of misschien wel, maar heb ik dat nog nooit zo ervaren. Ja. Ben je makkelijk van je stuk te brengen? Stel je voor dat je... Heb je een idool? Laat ik dat eens vragen. Heb je iemand naar wie je tegenop kijkt? Nee. even denken hoor. Dat vind ik heel lastig. Heb je nooit dat je mensen hoort spreken? Ik heb voor heel veel mensen wel bewondering. Mm-hmm. Maar dan zijn bepaalde eigenschappen van mensen... of mm-hmm. dingen die mensen overwonnen hebben. Daar kan ik heel veel bewondering voor hebben. Ja. En de juiste eigenschappen die ik dan zelf niet zo bezit of zo... daar, dat bewonder ik dan. En betekent dat op jezelf dan ook? Dat je ook zoiets wil ontwikkelen of dat je denkt... Ja, ik kan die energie wel van mensen overnemen. Meestal dan even tijdelijk of zo. Dus ik ben wel gevoelig voor mijn omgeving daarin. Dus als ik met een heel ondernemend persoon in de buurt leef... dan pik ik daar dingen van op. Ja, dus een bepaalde daadkracht of zo. Ja. Ik ben zelf heel erg van het blijven nadenken en overwegen en informatie zoeken en daar dan moe van worden en dan even stoppen en dan komt het later in mijn leven weer terug omdat er toch wel een behoefte zit en dan ga ik weer me daarin verdiepen. Maar het is niet echt een van nature een mechanisme in dat ik snel een keuze maak of zo. Dus dat is waar ik me dan bewust van ben geworden. En waar ik iets mee probeer te doen door toch eerder knopen dus, door te doen. Dus als een idool, als je iemand ziet bij wie je... Zo. Dus als jij een idool ziet... waar je bewondering voor hebt... en diegene die maakt wel langetermijnplannen... dan blijf je wel bij je eigen plan van aanpak... omdat het beter bij jou past. Je gaat niet dingen bij jezelf zoeken. Nou, ik ben wel geïnteresseerd in de meerwaarde... die langetermijndoelen kunnen hebben. Maar ik heb het zelf nog nooit zo ervaren. Dus als ik iemand tegenkom die daar... heel goed in is en waar ik iets mee wil doen om dat bij mezelf ook gedaan te krijgen of zo. Of daar meer feeling mee te krijgen of iets in te creëren. Ja. Dan sta ik er heel erg voor open eigenlijk. Ja. Heb je het gevoel dat andere mensen het beter weten dan jij? Wat beter? Hun leven bijvoorbeeld, dat andere mensen weten wat voor stappen ze moeten nemen. En dat je de juiste stappen ook moet nemen? Of vertrouw jij volledig op jezelf dat je denkt... nee, wat ik nu doe of wat ik nu wil doen, dat is gewoon goed. Daar mag ik op vertrouwen. Dat laatste sowieso, maar ik zie dat er verschil is... tussen mensen in hoe bewust ze bezig zijn met hun leven... en dat vorm te geven. Sommige mensen die zitten gewoon in een soort warm, comfortabel bad... en hebben niet per se de behoefte om daar uit te stappen en hun leven te veranderen. Ook al koelt het bad af of zo. En wordt het minder comfortabel dus. Het is niet meer een warm bad dan, zeg maar. Ja. Wat zei je? Het is niet echt meer een warm bad dan. Nee, dus dan is het niet meer een warm bad. Of ja, ergens wel, want dat is dan... Maar soms is het bad waar ze in zaten al die tijd. Ja, en verandering doet pijn en is moeilijk. En daar moet je gewoon... een drempel voor over. Mm-hmm. En als je dat nog nooit gedaan hebt of niet zo in je leven hebt zitten dat je dat doet, dan is dat gewoon, dan moet er echt wel flinke kracht voor nodig zijn om dat te doen. Mm-hmm. En misschien wel een live event of zo. Pijn. Ja. Pijn, heel veel pijn. Pijn doet veel dingen teweeg Klopt. Brengen. Ja, dat is zeker zo. Ja. Wow. Ja, nou, ik herken dat wel wat je zegt hoor, dat je heel lang kan piekeren en heel lang kan nadenken over dingen en dingen kan overanalyseren. Dat is ook waarom ik dit nu aan het doen ben, wat ik aan het doen ben, omdat ik er al 5 jaar geleden een keer over nadacht. Ja.
Maar wat jij wel sterker hebt dan ik, denk ik, is dat je wat meer vertrouwt op jezelf en dat je wat meer op je eigen pad vertrouwt. Dat je de dingen doet omdat jij vindt dat je die moet doen. Ja. Als ik bijvoorbeeld... ik zag een keer een Dylan Stutterheim, die eigenaar van ID&T. Of ex-eigenaar inmiddels, denk ik. Die vertelde dat hij niet verder dan 3 jaar vooruit kijkt. Die gast heeft echt gewoon verder shit opgebouwd. En als ik naar hem kijk, hij is authentiek, hij is zichzelf. Hij is pas niet in zo'n plaatje van ondernemer. Hij is gewoon echt wie hij is. Maar heel duidelijk van, nee, kijk niet, ik doe dit, ik doe dat, ik dat. En dan denk ik bij mezelf, oh ja, dat ga ik ook doen, man. Ik wil ook die guy zijn, weet je. Dan ga ik dat. Dan, en daar heb ik me wel geleerd om mezelf soort van niet te verliezen en gewoon maar mijn eigen ding te doen. Ja. Wel te kunnen zien wat anderen doen. Maar vervolgens wel gewoon te kijken, oké, is dit iets wat ik kan overnemen of moet ik gewoon beter blijven doen wat ik al doe, zeg maar. En jij hebt volgens mij heel sterk, waar jouw kracht is wellicht, is dat jij wel altijd vertrouwt op je eigen pad of zo. Ja, maar ook zeker pik ik dingen op uit mijn omgeving. Ja. En dat probeer ik me dan eigen te maken of dat maak ik me eigen. Ja. Ja. Dus zo heb je... gedurende je leven krijg je een steeds breder palet aan gedachten, patronen of zo, waar je uit kan kiezen. Op een gegeven moment als je er heel bewust van wordt. En dat verrijkt wel. Dat, ja. Ja. Wanneer heb je een gevoel dat je leven geslaagd is of zo? Heb je dat? Dat vind je een kutvraag, hè? Ja. Nou, als ik toch wel mijn diepste passie heb gevonden. Zeg maar het ding waarvoor ik hier op de wereld ben gezet of zo. Ja. En dat er volledig uitkomt. En ik heb wel een gevoel van de richting waar dat ongeveer kan zitten. Je zit al een beetje op die... Jawel, ja. Jawel. Dus, maar er komt binnenkort een afslag die je moet gaan nemen, zeg maar. Ja, ja. En ook gewoon mezelf ben blijven ontwikkelen. Maar dat zit gewoon ook wel in me dat ik dat opzoek. Ook al zit er soms een pauze tussen, dat er ook een tijdje is dat ik daar niet mee bezig ben. Mm-hmm. Dat ik in een soort van niet helpend denk- en gedachtenpatroon zit van... Oké, als ik nu daar aan denk wat ik misschien wel in de toekomst wil, dat kan ik niet. Of dat... ik voel dat ik dat daar gewoon niet voor geschikt ben. Dat ik daar niet voor gemaakt ben. Of meer destructieve gedachten dan... Niet per se destructief, maar ook jezelf niet tegenhoudend. Ja. Ja, beperkend. Ja, terwijl mijn sleutel tot groei is gewoon doen. Ja. Ja. Daar zit die actie. Ja. Dus je kracht zit hem in kunnen analyseren. En geduld hebben en... Alleen het gevaar zit dan in overanalyseren en een soort van stagneren of niet in beweging komen. Ja, ik denk dat mijn kracht ook wel zit in het voelen in het moment. Mm. En ook die nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen. Ja. Dat dus wat ik dan eerst voor de... zeg maar met bungee jumpen en dat een keer meemaken en duiken en bergen beklimmen en dat allemaal. Wat ik net aan het vertellen was en dat dan overging naar mijn carrière van hoe kan ik me daarin ontwikkelen. En dat wordt nu steeds spiritueler, denk ik. Dus, laten we het daarover hebben. Ik ben benieuwd wat er... wat de wereld allemaal te geven heeft en wat ik mezelf allemaal te geven heb daarin. Dus welke ervaringen ik kan opdoen. Je zegt je zoektocht wordt spiritueler. En daarin zoek je dus, ben je andere dingen aan het verkennen. Ja, dus ook die comfortzone aan het verbreden en mijn eigen werkelijkheid groter maken. Want die is groter dan wat ik nu bevat. Die is sowieso groter. Ja, mooi man. Ja, je zegt zoveel dingen. Je triggert me echt aan alle kanten. Wel, laat ik hiermee beginnen. Wat is spiritualiteit voor jou? Wat lach je? Dus, ja, nee, jij lacht. Dus oké. Okay.
Het is omdat het een hele grote vraag is. Spiritualiteit, ja, dat is ook gewoon de mystieke kant van de werkelijkheid onderzoeken. Mm-hmm. Dus niet alleen wat je met je 5 zintuigen kan waarnemen. Maar ook wat er allemaal tussen de regels gebeurt en tussen de objectief waarneembare zaken in de wereld. En ik ben bijvoorbeeld... Ja, want wat bedoel je daarmee? Ja, ik hoor al wat je zegt, maar kun je het concreet maken? Dat is dus altijd heel moeilijk, omdat het niet over die 5 zintuigen gaat. Ja. Maar wat er nog meer is. Een hond kan bijvoorbeeld al veel hogere tonen horen dan wij. Ja. Dat is dan ook het zintuig. Maar dat zegt al dat wij niet alles van de werkelijkheid meekrijgen. En een vleermuis die gebruikt ook andere zintuigen weer dan mensen. En zo denk ik dat er in de werkelijkheid veel meer is dat wij niet kunnen waarnemen. En ik vind het echt een heel moeilijk onderwerp om daar woorden aan te geven. Maar, ja. Bijvoorbeeld dat je bepaalde dingen op intuïtie voelt. En de ene persoon heeft dat sterker dan de ander. Mm-hmm. Maar dat vind ik al heel interessant. Ja. Ja. En spiritualiteit is dus ook gewoon de zoektocht naar je diepste zelf. En hoe je daar uiting aan kan geven. En wat je bent misschien wel. Ja, en hoe je van daaruit een meerwaarde kan brengen aan de wereld. Of ja. Andere mensen hun levens. Ja. Je eigen leven. Ja, ik vind het thema wat... Of, nou, geen thema, maar wat ik de laatste tijd om me heen hoor is... wat heel erg blijft hangen is het samenbrengen van dingen. En in dit geval bedoel ik daarmee ook de wereld zoals wij hem kennen, zeg maar. De maatschappij met onze banen en ons dagelijks leven, zeg maar. En tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen, voor mijn gevoel in ieder geval, steeds meer bezig met ontdekken van, maar wat zijn we nu eigenlijk? En ik voel ook heel veel dingen en ik kan ook, als ik mediteer, voel ik me anders. En wat is dat eigenlijk? Weet je, want die zoektocht is ook al spiritualiteit voor mij. Mm-hmm. En wat ik heel duidelijk merk is dat het voorheen 2 verschillende dingen waren. Het is of je werkt of je hebt het normale leven wat iedereen kent en waar je mee bent opgegroeid. En dat spirituele is soort van iets wat je ook een keer kan doen of zo. Terwijl wat je steeds meer merkt is dat het eigenlijk 1 is en dat de kern is dat je een mens bent met allerlei kwaliteiten. Hè, waarvan we de kwaliteiten van de dingen die je leert op school of in je werk, dat de volledige waarheid was. Maar dat je nu eigenlijk ontdekt langzaam dat er steeds meer dingen zijn in het leven die heel verrijkend zijn en eigenlijk tot de kern behoren misschien wel. Ja, dus waar je waar het educatiesysteem in Nederland is gericht op rationele kennis uit boeken en vakken. Ja. En dat gaat daarover en dat is heel nuttig. Maar dat leert je niet om jezelf te worden. En daar komen mensen pas later achter als ze vanuit het bestaande paradigma van het educatiesysteem iets gaan doen waar ze dan misschien wel goed in zijn. Mm-hmm. Of wat een rationele keuze is, zoals voor mij fysiotherapie was. Maar daar niet helemaal gelukkig in waren. Ja. En dat kan een trigger zijn om meer onderzoek naar jezelf te doen, wat je dan echt wil. Waar je wel gelukkig van wordt. Mm-hmm. Waar je die leegte van kan vullen. Ja. Ja.
Ja, dat is het denk ik wel, ja. Ja. En die beweging naar binnen. Dus naar voelen wat je dan wil. Mm-hmm. En mediteren wat je zegt. Dat is wel... Dat is voor steeds meer mensen wel een weg die ze begaan. Dat denk ik ook wel. En dat haalt je ook wel uit het dagelijkse automatisme, uit de dagelijkse gedachtenpatronen. En Brengt je een beetje naar je eigen kracht. Ja, het zet alles stop eigenlijk. En dan komt er ruimte voor iets anders. En wat er dan naar boven kan komen is... wat er zich aandient en wat uit jezelf komt. Ja. En een soort van die... dat omgaan met gedachten en analyses en scenario's in je hoofd... Die dan tijdens het mediteren naar boven komen... En waar je dan bijvoorbeeld even naar kan kijken en kan denken van... Oké, ik zie je en nu mag je weer gaan. Dat proces, dat is ook wel heel erg bekrachtigend voor het dagelijks leven. Dat doet je beseffen dat je gedachten ook... dat je daar controle over hebt. Dat je kan kiezen om bepaalde gedachten te hebben of, echt, of niet. Ja. Denk je dat dit soort dingen ook in een educatieve vorm zouden kunnen worden geïntegreerd in ons leven? Stel dat je een basisschool opnieuw mag uitvinden. Ik denk dat dat een beetje mist. Ik denk dat misschien, ik weet niet wat er op vrije scholen gebeurt, maar ik kan me voorstellen dat ze daar wel aan mediteren doen bijvoorbeeld. Of dat ze daar iets mee doen. Maar dat is nog niet regulier en ik denk wel dat dat goed zou zijn. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, nee, ik vind het mooiste dat je allemaal dezelfde worstelingen hebt in het leven eigenlijk. Of dat je niet allemaal dezelfde worstelingen hebt, maar over het algemeen worstelt iedereen altijd wel een keer met de vraag, vroeg of laat, doe ik waar ik echt gelukkig van word? Is iedereen op zoek naar een soort van leegte om in te vullen? Of, mm-hmm. of het gevoel hebben van, nou, is dit het nou, weet je wel? Ja. En iedereen zoekt natuurlijk op zijn eigen manier naar die antwoorden. En ja, het is ook geen goed of fout, maar... Ik denk wel dat het een... Ik merk sowieso dat veel mensen meer voor openstaan. En dat ik er meer mensen over hoor. Dat ze alleen yoga helpt al, weet je. Om in ieder geval een gevoel te krijgen bij dat er nog meer is. En dat ze een verandering in hun lichaam voelen. Zo'n app als Headspace bijvoorbeeld, dat wordt ook gewoon een beetje mainstream, zeg maar. Dat is echt super chill dat mensen dat leren kennen op een hele makkelijke manier. En daardoor kunnen ervaren dat ze hun gedachten kunnen bekijken. En hun hoofd op stil kunnen zetten en kunnen voelen en kijken wat er dan gebeurt. Hmm. Dan komt een hele nieuwe dimensie bij kijken bij alles wat je doet in feite. Ja. Mooi man. Wat, oké, laat me nog even vragen. Wat voor spirituele dingen heb jij, wat voor activiteiten heb je ondernomen dan? Want je noemt meditatie, je kan best wel goed verwoorden. Maar wat voor mensen heb je ontmoet, wat voor dingen heb je gedaan? Ik denk de eerste keer dat ik echt getriggerd werd... toen studeerde ik nog personeel en arbeid. En toen kwam ik in een projectgroep met iemand van technische bedrijfskunde. En we moesten een essay schrijven wat best wel persoonlijk was. Dat ging over jezelf en je groei en wat over die groei heeft gezorgd. En zij schreef toen over... ayahuasca, dat ze dat dan had gedronken en dat daar
Dat ze daar mega veel van geleerd heeft. En dat, nou, dat heeft gewoon haar leven helemaal veranderd. En ze werd zich van allerlei dingen bewust. En toen dacht ik, ja, what the fuck is ayahuasca? Dus daar werd ik wel door getriggerd toen ze daarover begon te vertellen. Nou, ik denk dat inmiddels iedereen wel weet wat ayahuasca is. Voor degenen die het niet weten. Het is een... Een soort drankje dat al duizenden jaren gebruikt wordt in de Amazone door bevolkingsstammen die daar leven. Want het is een natuurproduct, hè? Het is een natuurproduct. Dus ze hebben op de een of andere manier daaruit gevonden. En die kans was sowieso super klein als je dat mathematisch gaat berekenen. Want je moet een bepaalde liaan mixen met een blad van een plant. En die moet je kapot stampen, dus die liaan en er water bij doen en dat 24 uur lang samen koken. Dat gebeurt nooit. Dat doe je niet zomaar even. Ja. En dan komt er een soort brouwseltje uit. Super vies. Ik heb het dus zelf inmiddels ook wel eens gedronken. Confessions. En dat het idee daarvan is dat het een medicinale plant is. Dus volgens mij de liaan die zorgt ervoor dat je lichaam het kan opnemen überhaupt. De stoffen die erin zitten in die plant. DMT. En, dat zit in die plant? Dat zit in die plant. Ja. Oh joh. En DMT, dat zit ook in verhoogde mate in je lichaam als je geboren wordt of als je doodgaat. Dus die ervaring krijg je ook? Geen idee, weet ik niet. Maar je hebt toch gedaan? Ja, een soort van ik ben inderdaad wel eens geboren, ja. Ja, maar, maar tijdens je ayahuasca-trip, ja, heb je dan ook niet het gevoel van dat je een soort van doodgaat of een hele intense... Dat klopt ergens wel, ja. Ja, dus, en er zijn ook mensen die vertellen dat ze dan ervaren dat ze opnieuw geboren worden. Of dat ze weer bij hun geboorte zijn en hoe dat dan was. En wat ik zelf heb ervaren is een soort ego death. Dus je moet je voorstellen in zo'n ceremonie of trip dan... gaat je bewustzijn allerlei kanten op en werelden in. Een soort hallucineren. En dan kom je ook weer terug in het hier en nu. Dus dan kun je weer je zintuigen gebruiken om de omgeving te voelen, zien en horen. Mm-hmm. En in de momenten dat ik terugkwam in het hier en nu, wist ik... steeds minder van wie ik was en wat ik deed en waar ik was. En dat was zo beangstigend. Dat was echt... Je was gewoon een wezen, zeg maar, zonder... Ik was op een gegeven moment was ik een hulpeloze baby. En, of ik ging dood, ik weet het niet. Ik had ook het gevoel dat ik dood ging. Dat was een hele, hele zware ervaring. Ja, want waar heb je het gedaan dan? In Peru, in de Amazone. Ja. Maar hoezo doe je dat daar? Want ja, maar als ik naar Peru zou gaan, dan zou ik echt niet zomaar shit nemen wat mensen daar... was dat georganiseerd? Was het een vertrouwde club bijvoorbeeld? Of vertrouwde die mensen die dat deden? Kun je dat schetsen? Ja, nee, ik wist dus dat ik het wilde proberen. Dus ik wilde die ervaring ook hebben. En de vraag was toen van hoe wil ik dat dan doen? Want je kan het in Nederland doen. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel op internet gewoon onderzoek gedaan naar de geschiedenis daarvan. En in welke context het dan ontstaan is en gebruikt is en wordt. En ik, voor mij voelde het belangrijk om het in die context ook tot me te nemen. Mm-hmm. En met
een medicijnman die daar helemaal thuis in is en helemaal geoefend in is. En want ik begreep op internet dat dat wel belangrijk is. En weet ik niet of dat een commercieel praatje is of dat werd gezegd. Dat echt is. Maar mensen die daar ervaring mee hebben, die vertelden dat ook. En dat wel een betere optie is eigenlijk. Hmm. Maar goed, weet je, wat het nou echt precies is en of dat ook belangrijk is en wat het wel en niet is. Dus welke betekenis het in de wereld heeft, dat weet ik nog niet zo goed. Het was een hele zware en intense en diepe ervaring. Ik heb er vast dingen uit meegenomen, maar ik ben me niet zo heel bewust van wat dan precies. In ieder geval dat is het stukje werkelijkheid wat er is, want dit was er. Dat is weer wat groter geworden. En dus mijn de werkelijkheid heeft zich weer wat verbreed. Ja. Je hebt iets gezien wat je nog niet kende en waarvan je weet, dit is er ook. Ja. Naast de wereld die ik al kende. Ja, dus dat was je kick-off met spirituality. Ja, dus toen heb ik allerlei dingen ervaren. En, ja. Maar wat heb je nog meer gedaan dan? Wat voor dingen zijn op je pad gekomen? Een ander ding was een vipassana meditatieretraite van 10 dagen. En dat was 10 uur per dag mediteren en puur je lichaam voelen, dat is het eigenlijk. En je lichaam screenen op gevoel. Ja. Wat voel je allemaal? Je hebt het niet afgemaakt, toch? Jawel. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb alleen na 4 dagen was ik de stem van die goeroe was ik helemaal zat. En ik trok het gewoon niet meer. En toen heb ik besloten om de ochtend ernaar weg te gaan. Maar die ochtend werd ik zo blij en relaxed wakker. En vol energie om er weer tegenaan te gaan. Ja. Toen kon ik het ineens wel goed handelen. Ja. Ja, nog steeds irritant, maar ja, kan iemand ook niks doen. Nee, ja, hij kan zijn muil houden, maar het is een bandje wat ze afspreekt. Ja. Ja. Nee, een super wijze en grappige man verder, hoor. Maar zeg maar de herhaling en de manier waarop die bepaalde dingen op een guru manier zegt en herhaalt, daar werd ik een beetje kriegelig van. Ja. Maar goed, het idee was om ook zeg maar de dagelijkse patronen te doorbreken en 10 dagen zonder telefoon te zijn, 10 dagen niks te horen behalve vogeltjes en eekhoorntjes en die vent dan. Ja. En echt is rigoureus leren te mediteren en focussen op wat ik voel in mijn lichaam. Ja, dus en ik was heel benieuwd wat er dan zou gebeuren en wat het met me zou doen en wat er gebeurde zou komen. Ja, die vraag die verwacht ik natuurlijk al. Ja. Ik was in ieder geval heel erg op een gegeven moment getraind in ieder plekje van mijn lichaam afzonderlijk voelen en dat ook helemaal zo screenen en weer naar boven. En nou, als je dat heel veel doet, dan word je daar goed in. En dat was wel ergens heel fijn om te ervaren. Mm-hmm. En verder vond ik die stem heel erg afleidend en heb ik dat maar mondjesmaat los kunnen laten of zo. Ja. Dat was vooral een afleidende factor. En als ik nu mediteer, doe ik dat in stilte. En dat werkt veel beter voor mij. Dus geen begeleide meditatie bijvoorbeeld? Nee. Kun je dan wel kun je diep komen in je eentje? Kun je dieper komen in je eentje dan met begeleide meditatie? Ik probeer het eigenlijk nooit met een begeleide meditatie. Oké. Dat is gewoon wat je überhaupt niet chill vindt. Denk het, ja. Ja. Dus dat was er ook weer één. En ik heb ook wat geëxperimenteerd met andere drugs. Dus truffels.
Ja, een vriendin van mij die heeft zo'n doosje met allerlei dingetjes. En één ding heet B2, nog iets C, dus meer een soort pilletje. En dat deed ook iets, maar niet zo heel bijzonder of zo. Ja. En verder merk ik dat marihuana ook ik ken niemand die marihuana zegt eigenlijk. Nee, ik ook niet. Dat doe ik eigenlijk normaal gesproken ook niet. Maar ik dacht, ik zeg het nu even netjes. Ja, dat is een wat meer medicinaal-achtige vibe. Ja, hè? Ja. Maar op die manier wil ik het ook wel uitleggen. Dat het ook wel je in andere... dat niet alleen maar grappig is of zo. Nee. Maar het kan ook wel echt introspectie brengen. En ik heb ook wel... ik heb het eergisteren nog gedaan, nadat jullie weggingen. En toen kwamen er ook weer andere dingen naar boven. Gekke patronen en zo. Patronen en, als in... Nou, echt, als ik mijn ogen dicht deed, of van... Letterlijk patroontjes. En dat liet me iets voelen en iets beseffen in het moment. Dan, ik kan niet goed terughalen, want het onthouden van wat ik dan meemaak en leer in zo'n ervaring, dat schiet er nog wel eens bij in. Ik moet eigenlijk dan in het moment opschrijven wat ik besef, mm-hmm, of zo misschien wel. En dan kan ik achteraf bepalen van, heeft dat waarde in mijn leven of niet. Dus het is meer de ervaring wat je op dat moment... Dus meer de ervaring op dat moment. Deze gast. Maar het is niet dat je concreet kan zeggen, oké, ik heb nu dit en dit eruit gehaald, of ik merk dat het nu op die manier veranderd heeft. Nee. Het is gewoon ervaring die... Het is niet meer dan ervaring. En een ervaring betekent wel iets in mijn leven dan, maar wat het dan precies betekent, vind ik altijd moeilijk. Mm-hmm. Denk je dat je, want je bent nu vrijgezel, dus als er nu op dit moment lieve vrouwen kijken, dan slide in Jasper zijn DM. Maar moet jouw vrouw, in hoeverre moet jouw vrouw ook... in hoeverre zou jouw vrouw of vriendin ook hier voor open moeten staan? Voor andere dimensies, voor hoe breed het leven kan zijn? Jeetje. Ik denk niet dat je daar per se hetzelfde in moet zijn of staan. Het is misschien wel fijn als je elkaar daarin begrijpt. Maar dat zegt niet dat een relatie niet kan werken als je daarin niet iets vergelijkbaars ervaart of gelooft. Of, mm-hmm. Dus ik kan best een super rationeel en nuchter iemand zijn. Ja hoor, dat denk ik wel. Ja. Dus ook niet spirituele vrouw maken nog kans bij je. Ja, dan moeten we wel iets harder werken. Maar. Ja. Want hoe is dat dan om vrijgezel te zijn op je 36e? Ja, is gewoon helemaal kut. Ja dacht ik al. Ja. Ja, ik wil eigenlijk nog een soort van clickbait maken met jou aan het huilen. Dus ik probeer nu eventjes wat... Pijnlijker te maken. Ja. Ja. Okay. Nee, maar sommige... Wat... Hoe dat is. Ja, nou hoe... Hoe ervaar je dat? Hoe ervaar ik dat gewoon? Dat is wat het is. Mm-hmm. Dat is niet iets... Ben je oké mee? Ja, eigenlijk wel. Comfortabel. Ja. Ja. Samengevat is dat. Ja. Nou, top, volgende. Nee, maar heb je er naartoe gewerkt? Of is het iets wat je nooit moeite mee hebt? Naartoe gewerkt? Nou ja, heb je er ooit moeite mee gehad? Dat ik single ben. Vrijgezel ben. Dat is hetzelfde. Na mijn laatste vriendin was het even lastig. Maar dat was dan... Ja, dat is dan aan één kant dat je... die persoon niet meer in je leven hebt.
Dus een stuk van je, van jezelf. Van je, van hoe je je samen hebt ontwikkeld of zo. Of hoe je samen tot elkaar hebt verhouden. Dat valt dan weg. Dus dat is ook een deel van jezelf. En allerlei herinneringen. Maar ook het idee van... er zit wellicht een toekomst met die persoon in. Dat valt ook weg. Dus dan is dat vrijgezel zijn wel weer even pijnlijk misschien. Ja. Maar goed, ik vind het leven ook als vrijgezel, of misschien juist als vrijgezel, ook super, super leuk. En daar haal ik heel veel uit. Ik ben misschien 2% van mijn leven niet vrijgezel geweest. Dus ik weet dat niet echt beter. Ja, dus nee, ik ben er helemaal oké mee. Ja. Heb je een droomvrouw? Nee. Kun je die beschrijven? Of is dat... Nee. Nee, het is... Dan ga ik echt een hele algemene termen praten. En dan heeft het helemaal geen betekenis meer. Dus een vrouw die... die bij me past. En... Toch? Ja. En dat... Dat zit hem dan... Waar zit hem dat in? Ja, ik weet vooral dan wat ik niet wil. En binnen het gebied wat dan overblijft... wat ik dan wel misschien wil... daar is het gewoon... ook weer uitproberen en voelen. Dus net als met... carrière kiezen of alle andere stappen die ik in het leven zet. Dat is gewoon ervaringsleren. Ja. Ja. Voelen of het bij jou past of niet. Ja. En het kan van alles zijn. Ja. 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 En ik denk doordat ik er zo in sta, dat het... het daten zelf... dat blijft ook wel heel erg leuk of zo en interessant. En dat is gewoon allerlei soorten mensen leren kennen. En daarin ook voelen hoe het voelt om het tot iemand te verhouden. Met steeds weer andere mensen met andere eigenschappen. En ja, en daar zit wel een bepaalde behoefte achter, hoor. Dus het is niet dat ik geen behoefte heb aan verbinding met iemand, want dat heb ik wel. Maar ik ben ook oké met hoe het nu is, ja. Ja. Nou, ik denk dat het wel de basis is. Dat je, volgens mij kan er ook alleen maar dan iets ontstaan. Als je niet oké bent met waar je nu bent, dan kan je ook niet iemand vinden. Dat is mijn theorie. Of dat is het gevoel dat ik erbij heb. Ja. Dan kan je ook niet iemand vinden die daarbij past of zo. Anders dan ga je zoeken naar iets wat je compleet maakt. Terwijl je nu eigenlijk zegt, want het is wel cool. En als ik iemand vind bij wie je nog chiller bent, dan is het alleen maar mooi, zeg maar. Ja. Ja. Wanneer is je volgende date? Ik heb niks. Je hebt niks? Nee. Zeldzaam. Ja. Ja. Nee, ik heb wel weer een speeddate event ergens in april. Oké. Drankjedoen.nl. Zoiets, ja. Ja. Dus, zien we dat wel weer. Dat is dan een nieuwe avondje uit tegenwoordig, hè? Ja. Omdat het in de kroeg allemaal niet meer zo gebeurt tegenwoordig. Ja. Ja. Dus dat is de next event. Ja. Alright. Ik denk dat we zijn, Jas. Wil je nog eens kwijt? Vrede op aarde, ja. Wil je nog iets anders kwijt? Ik vind dat je het op een fijne manier doet. Ik weet niet of ik dat per se op de camera wil zeggen of zo. You just did it, man. Ja, dus leuk.
Ja, dankzij je wel. Ik voel me vereerd dat je mij hebt gevraagd. Ik heb geen idee waarom. Ja, ik weet ook niet of dit leuk is hoor trouwens. Dus we gaan het gewoon checken. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Ja. Maar thanks dat je er was. En of ik dat wil delen met de wereld, weet ik ook nog niet. Nee. Ik weet niet of je nog iets te zeggen hebt. Ik ga het gewoon allemaal exposen met allemaal clickbaits. Nee, dat komt goed. En thanks voor alle luisteraars die hebben geluisterd of hebben gekeken. Ja, bedankt luisteraars. Ja, thanks. Shout out to jullie. Tot de volgende La Vida podcast. Broer.